voor elke computer, om uniek te zijn, moet er een IP-adres aan toegekend worden. Dat IP-adres dat is uniek in heel de wereld. En dat bestaat uit 32 bit bij IP versie 4. En dan is dat gegroepeerd 8 bits plus 8 bit, 8 bit en 8 bit. Dus in totaal 32 bit. En dan wordt dat weergegeven met een punt ertussen. Omdat we zelf nogal slecht met bits kunnen rekenen, gaan we dat decimaal bekijken. Dat betekent dat hier een getaltje van 0 tot 255 elke keer in kan komen te staan. Naar gelang het aantal bits hiervan dat je neemt als netwerkgedeelte, spreken we van verschillende klasses. Dus als je het eerste gedeelte als netwerkgedeelte gaat noemen, wat betekent dat, netwerkgedeelte? Computers die dat hier hetzelfde nummertje hebben, hetzelfde netwerknummer, die kunnen met elkaar spreken. Dat betekent voor een klasse A netwerk dat je deze 8 bits als netwerk kan gebruiken. Dat maakt dat je dus ruwweg 255 netwerken kunt maken. En de rest van de bits, dat zijn er nog 24 over, die kan je gebruiken als host. Dus daar kan je totaal 16 miljoen en zoveel combinaties mee maken als host. Dus voor mensen met heel grote netwerken. Als we enkel dit gedeelte nemen, dan spreken we van een klasse A netwerk. Een klasse A netwerk, dat kan je herkennen omdat de eerste bits, dit getalletje, decimaal gezien, gaat altijd tussen de 0 en de 126 zijn. Dat is een klasse A netwerk. Nu, meestal heb je niet 16 miljoen computers nodig in dat netwerk, dus bestaat er ook nog een ander netwerk. Dat is als je de eerste 16 bits gaat nemen als netwerkadres. Dan spreken we van een klasse B netwerk. Een klasse B netwerk dat gaat een decimaal getal hebben als eerste getalletje tussen de 128 en de 191. Dat is een klasse B netwerk. Dus bij klasse B betekent dat dat je 65.534 netwerken kan hebben. Verschillende nummertjes hier, al die combinaties. En ook 65.000 computers erin kan hangen. Dat is misschien nog wat veel voor uw netwerk. Dus je kan ook de eerste drie getalletjes, dat is 24 bits, gaan gebruiken als netwerkgedeelte. Dan spreken we van een klasse C netwerk. Dus dat is netwerk. Dat maakt dat je enkel die laatste getalletjes, de laatste 8 bits, kan gebruiken om hosts in te gaan zetten. Dat zijn er dan maximum 254. Nulde getalletje, dat gebruiken we normaal niet. Dat geeft het netwerk zelf aan, de nummer van het netwerk. En het hoogste 255 gebruiken we voor een broadcast. Een klasse C kan je herkennen doordat de eerste het eerste getal, decimaal gezien, is 192 tot maximum 224. Het bestaat ook nog hoger, want het gaat tot 255 uiteindelijk. Een klasse D netwerk, dat bestaat ook, dat gebruiken we voor multicast, als je wil gaan versturen naar verschillende computers tegelijk. En een klasse E nog hoger, dat is puur experimenteel eigenlijk, dat wordt ook niet gebruikt als een testklasse. Je ziet ook dat daar nog het nummertje 127 ontbreekt, tussen 126 en 128 zit 127. Dat is het loopback-adres, dat is eigenlijk een adres dat je eigen adapter of je eigen host voorstelt. Dat komt bij jou terecht. Dat wordt soms gebruikt door netwerkdiensten als die opstarten en ze hebben nog geen IP-adres bijvoorbeeld, dan gaat dat sowieso gekoppeld worden aan het loopback-adres.
Dus om even te herhalen, we hebben 4 keer 8 bit. In praktijk gaan we dus daarbij kiezen in welke klasse dat we gaan werken. En gaan we dus alleen de eerste 8 bits nemen als netwerkgedeelte, de eerste 16 bits of de eerste 24 bits als netwerkgedeelte. Om aan te geven in welke klasse dat je werkt, dus hoeveel bits je dan gaat nemen als netwerkgedeelte, wordt de subnet mask gebruikt. Dus de subnet mask die geeft aan met bits, door een bit op 1 te zetten, gaat die aangeven wat het netwerkgedeelte is. Dus voor een klasse A bijvoorbeeld, als je gaat zeggen die eerste 8 bits, dat is mijn netwerkgedeelte, ga je binair gezien die 8 bits allemaal op 1 zetten om aan te geven dat dat het netwerkgedeelte is. De andere bits ga je allemaal op 0 zetten. Voilà. Als je dat gaat moeten ingeven in de computer, gaan we dat weer niet binair doen, maar wel decimaal. En geven we dat weer als 255000. Dus dat ga je bij een IP-adres moeten opgeven om aan te geven welk stuk van het IP-adres bedoeld is voor het netwerkgedeelte, zoals hier bijvoorbeeld de klasse A. En welk stuk eigenlijk de nummer is van de PC binnen dat netwerk. De klasse B. Dat is voor klasse A. Voor klasse B gaan we de eerste 16 bits gebruiken als netwerkgedeelte. En dat gaan we dus aangeven door alle eerste 8 bits op 1, ook de volgende 8 bits op 1. Dus dat geeft decimaal 255 255 0 0. Als ik een klasse B netwerk wil gaan gebruiken voor een klasse C netwerk, ga ik de eerste 24 bits gebruiken. Dus zet ik de eerste 24 allemaal binair gezien op 1. Dus 255 255 255 0. Enkel het laatste gedeelte kan dus gebruikt worden om hostcomputers in te zetten. We hebben nu de standaard klasse A, B en C bekeken. Dus stel nu dat ik een netwerk wil maken. Ik heb een groot gebouw en daar staan een paar kantoren in, een paar ruimtes, of klaslokalen zeg maar. Stel dat ik in totaal 255 ruimtes heb. Dus wat kan ik dan eigenlijk gaan doen? Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, ja, ik wil netwerk voorzien voor die 255 ruimtes. Er werken nogal heel veel mensen in mijn gebouw, dus ik neem een klasse B netwerk. Ik neem intern dan een privaat adres 172.16.x.x. Betekent dat ik dus het eerste gedeelte is mijn netwerkgedeelte. Ik ga elke computer in mijn gebouw het netwerkadres 172.16 geven en alle computers dat daarin staan, dat kan tot 65.000 en zoveel gaan, kan ik allemaal een unieke nummer toekennen met die 16 bits dat daarachter staan. Dat netwerkadres blijft hetzelfde. Als mask geef ik dan, als ik die allemaal in hetzelfde netwerk zet, 255.255.0.0, want de mask geeft met een bit op 1 geeft hij het netwerkgedeelte aan. Nu wil ik dat misschien niet, want dat zijn allemaal verschillende afdelingen, allemaal verschillende mensen die in die lokalen zitten. En ik wil misschien niet dat die elkaars communicatie kunnen zien. Dus ik wil dat een beetje opdelen. Ik wil bijvoorbeeld per lokale een apart netwerk, zodat die elkaar niet zien staan. Hoe kan ik dat doen dan? Dan ga ik eigenlijk subnetten gebruiken. Dus bij subnetten ga ik zeggen, ja, ik ga bijvoorbeeld niet die 172.16 gebruiken, maar ik ga dat uitbreiden. Ik ga zeggen, ik pak bijvoorbeeld die 8 bits hier, pak ik er ook bij als netwerkgedeelte. Dat is subnetten. Daar maak ik eigenlijk extra netwerken mee, met die x in te vullen. Dus wat gaat daar
uit ontstaan van netwerken. Ik ga daar het netwerk 100, bijvoorbeeld voor mijn eerste lokaal 172.16.1.x hebben. Ik kan daar dus 254 computers in zitten. Dat is voor mijn eerste lokaal. Ik kan mijn tweede lokaal bijvoorbeeld 172.16.2.x hebben. Dat is voor mijn tweede lokaal. Die krijgen die adressen toegekend. En in praktijk ga je dat ook moeten onthouden, wie dat welke adressen krijgt. Hè. Dus je moet daar een tabel van bijhouden, dat je weet van, ah, je komt in dit lokaal binnen, lokaal nummer 2. Die moeten dus IP-adres 172.16.2 en zoveel gaan krijgen. Dat gaat door in totaal tot 255. Hè. Dus het laatste dat je zou mogen toekennen is 172.16.255. Alleen is dat het allerhoogste wat er normaal afvalt. Dus zeg 254.x kan je als netwerk gaan verdelen. Dus hier tussen loopt nog de hele range 3, 4, 5 enzovoort. Dat is het maken van subnet. Dan heb ik eigenlijk een klasse B adres, het 172.16 adres of netwerk, heb ik eigenlijk gesubnet, heb ik subnetten gemaakt naar een klasse C, naar kleine klasse C netwerkjes per lokaal. Hè. Die krijgen dan ook als subnetmask 255.255.255.0. Dus die ook 255.255.255. Dus hetzelfde voor alle subnetten dat ik zo ga maken. Dus dat is het maken van subnetten. Hier is dat misschien nog duidelijk. Dan heb ik eigenlijk hier van een klasse B, allemaal klasse C netwerkjes gemaakt. Dat is gemakkelijk voor ons, omdat dat ineens met die 8 bits is dat ik heb meegenomen. Nu, dat hoeft niet met 8 bits te zijn dat je iets gaat afpakken. Dus als mijn adres, mijn oorspronkelijk adres 172.16. En dan kan ik dat ook gaan uitschrijven in bits. Ik heb de gewoonte van dat zo per 4 samen te zetten om duidelijk te maken of om minder fouten te maken. Dus elke keer, dan kan ik even goed zeggen van, ah, dit is mijn oorspronkelijk netwerk, een klasse B adres, maar ik moet dat niet uitbreiden met 8 bits zoals ik hier gedaan heb, maar ik kan bijvoorbeeld ook zeggen dat netwerkgedeelte ga ik maar met 2 bits uitbreiden. Wat krijg je dan als ik 2 bits ga uitbreiden? Dan ga ik die combinaties hier kunnen invullen van 00, 01, 10 en 11. Dus dan maak ik eigenlijk, als ik ze allemaal zou kunnen gebruiken, maak ik hier 4 subnetten van dat ene grote netwerk. Wat ik hier meestal ook bij doe, dat rekent iets gemakkelijker, is het tabel opschrijven van wat dat die bits betekenen. Dus per bit eigenlijk de waarde, want welk netwerk is dat nu eigenlijk dat ik hier zou moeten invullen? Als ik 0100 heb, dan moet ik dat aanvullen. De rest van die nulletjes die blijven eigenlijk staan. 00000000. Dus iets gemakkelijker op ruitjespapier of in Notepad om dat te gaan uitrekenen. Dus dit ga ik terug moeten omzetten in een decimaal getal. En daarvoor hou ik meestal de tabel bij, of schrijf ik dat een keer in het groot op, wat dat die waardes eigenlijk betekenen. Dus binair gezien gaat dit de waarde 0 of 1 zijn, de waarde 2, 1, 0 is 2, de waarde 4, 8, 16, 32, 64 en 128. Dus je zal bijvoorbeeld hier zien, dat is het netwerk, als ik hier een 1 invul, het netwerk 64. Want als deze bit op 1 staat, heb ik het getalletje 64. Dat is daarvoor handig. Als ik dus heb opgesplitst in subnetten, dan kunnen die niet meer met elkaar communiceren. Hè. Dat is de basis van TCP/IP. Als uw netwerkadres verschilt, bijvoorbeeld 172.116.1 en 172.16.2, die kunnen niet met elkaar communiceren. Wil je die toch met elkaar verbinden? Dat kan, hè, dat je zegt van die lokalen die mogen elkaars of die moeten met elkaar communiceren. Wat heb je dan nodig? Iets wat netwerken met elkaar verbindt. En wat verbindt netwerken met elkaar? Dat is een router. Dus een router kan netwerken met elkaar doorsturen als je dan toch wilt communiceren tussen die twee lokale of die twee subnetwerken, zal je een router nodig hebben. We bekijken nu de private adressen.
Het is dus zo dat je wel 32 bit kan gebruiken voor, om adressen te kiezen. En je zou zo kunnen denken, oh, ik kies maar een adres. En dat zal misschien ook wel goed gaan. Een adres dat je binnen, of een heel netwerk dat je binnen je bedrijf gaat gebruiken. En dat gaat in het begin waarschijnlijk wel goed gaan. Maar als er iemand anders ook zomaar het, toevallig hetzelfde adres kiest, dan krijg je problemen. Dus er is een afspraak in TCP/IP-protocol dat je voor lokale adressen, dat je daar vaste nummers voor gebruikt. Die lokale adressen die worden niet doorgestuurd door de routers op internet. Dus bijvoorbeeld kan je daar kiezen voor een klasse A-adres. Als dat een klasse A-adres is, dan begint dat altijd met 10 punt en dan nog iets. Klasse A, dat is voor mensen met grootheidswaanzin. Dus dan moeten al, als je al die x's invult, 24 bits, dat meer dan 16 miljoen computers, dat je daar kunt inzetten. Voor een klasse B-adres, een beetje vereenvoudigd, zodat je duidelijker kan zien dat het die klasse is, ga je 172.16 reeks nemen, x.x, dus daar kan je zo ruwweg 65.000 computers in kwijt. En dan nog iets kleiner, een klasse C-adres, ga je 192.168.1 bijvoorbeeld .x gebruiken. Dus je kan ook nog de 272.17 en zo gebruiken of 168.012 enzovoort, maar het is maar om duidelijker voor te stellen. Dus zo kan je eigenlijk kiezen hoeveel aan de hand van het aantal hosts die dat je nodig hebt, kan je je adres kiezen. Als je een van deze adressen neemt, dat betekent dat je dan geen conflicten krijgt met andere adressering. Dus ze weten eigenlijk, dat ligt vast in de norm, dat dat interne adressen zijn. Nu, wat kun je hier invullen? Dus als ik zou zeggen, ja, ik kan hier eigenlijk een getalletje, het zijn 8 bits van 0 tot 255 invullen. Nu, je mocht die niet allemaal gebruiken. Het getalletje 0 bijvoorbeeld, 192.168.1.0, dat is het allereerste adres, dat is het netwerkadres. Dat gebruikte niet, dat gebruikte een router bijvoorbeeld wel om dit netwerk door te sturen. Een firewall gaat dat gebruiken om bepaalde dingen van dat netwerk af te schermen, dus dat mag je niet aan een computer geven. Zo ook het allerlaatste adres, 192.168.1.255, dat is het broadcast adres. Dat gebruiken computers als ze iets willen verzenden naar iedereen in het netwerk. Bijvoorbeeld in een Windows netwerk, als je je naam wil verkondigen van je computer, dan gaat dat naar iedereen gaan. Dat is gebroadcast, wordt naar iedereen uitgestuurd. Dat betekent als je dan gaat zeggen van, ah, welke nummers mag ik nu gebruiken voor host, dat zijn alle tussenliggende nummers. Dus 168.1.1 tot en met, dus 2, 3, 4 enzovoort, tot en met 192.168.1.255. Dus dat is, dat is de range tot daar. Dus die 0 die valt weg, 255 valt ook weg. Dat moet in doorgaan, want als we dus gaan werken met subnetten, dan ga je zien dat dat allereerste, het netwerkadres, het subnetwerkadres, gaat ook altijd wegvallen. En het allerlaatste adres, dat gaat ook niet gebruikt worden. Dus als je voor subnetten gaat berekenen welk je hosts zijn, de host range wordt dat ook genoemd, de nummers dat je echt kan toekennen aan de computers, dan is dat nooit het allerhoogste adres en nooit het allerlaagste adres. Dus die vallen eraf. Dus het is 2 tot de 8ste min 2, als je dat gaat berekenen. Dus dat gaan we gebruiken intern, voor interne netwerken en niet op internet. Dat zijn de private adressen. Ik heb er een blad ruitjespapier bij genomen. Dus stel nu dat ik een uitgaande van het netwerk 172.16, dat ik daarvan begin. 172.16 punt, en dan heb je nog een hoop bits dat erachter komen. Nog, ik ga die bits even uitschrijven. Dat is mijn klasse B netwerk waar ik eigenlijk van vertrek. Ik heb de gewoonte om dat altijd zo een beetje te groeperen, dat ik er nog aan uit kan.
Voilà, dat is mijn oorspronkelijk netwerk, klasse B netwerk. Nu, stel nu dat ik daarvan 12 bits ga nemen als subnetwerk. Dus dit is mijn eerste netwerk, klasse B netwerk. Ik ga dat netwerkgedeelte eigenlijk uitbreiden. Ik kan dat kiezen hoeveel ik er ga doen. Dat is eigenlijk, moet je dat bekijken, afhankelijk van hoeveel subnetten dat ik nu eigenlijk nodig heb. Dus ga ik er 4 afnemen, 5, 6, 7. Stel nu dat ik dat ga uitbreiden, dat ik 12 bits in totaal extra ga nemen. 12 bits, die steel ik dus eigenlijk van mijn host, want normaal zijn dit allemaal hosts. Wat er nu nog overblijft voor hosts, dat zijn die laatste 4 bits. Dus hoeveel hosts kan ik in mijn subnetten dan gaan zetten? Ja, alle combinatie van die 4 bits, min 2, want dat laagste geeft het netwerkadres aan, de 0. En de hoogste nummer dat hier ingevuld wordt, dat geeft een broadcast voor deze subnet in. Dus als ik die hosts wil berekenen, doe ik eigenlijk 2 tot de vierde min 2. Dat geeft 14 hosts. Hoeveel subnetten ga ik hiermee maken? Met 12 bits kan ik 2 tot de 12e, dat zijn alle combinaties van deze bits, doen. Min 2, de onderste nemen we meestal niet. En de bovenste ook niet, om verwarring te vermijden met die broadcastadressen. Dus 12 bits, 2 tot de 12e min 2 geeft 4094 subnetten. Dat moet al heel veel netwerken hebben, maar het is maar een voorbeeld. Hoe ga ik nu gaan berekenen welke adressen ik mag gebruiken? Ik heb hier zoveel lokalen, ik heb 4000 lokalen en ik wil die allemaal een apart netwerk gaan geven. Welke adressen mag ik nu gaan gebruiken? Daarvoor gaan we eigenlijk deze tabel invullen, gaan we die subnetten eigenlijk berekenen. Dus voor het eerste subnet dat ik ga maken, subnet 1 is dat. Soms wordt het nulde ook meegerekend, dus met allemaal nulletjes ingevuld, dat heten ze subnet 0. Daar moet een beetje op letten, vooral als je leuke subnet calculators vindt, gaan die het nulde subnet meerekenen of niet. Bij Microsoft bijvoorbeeld altijd, bij Cisco niet altijd, hoewel dat dan nu default ook subnet 0 aangeschakeld staat. Dus subnet 1, wat ga ik daarvoor doen? Dit voorste gedeelte blijft hetzelfde, 172.16 punt, en dan ga ik heel die tabel invullen, dat blijven hier allemaal nulletjes. Dat is gemakkelijk, want decimaal gezien blijft dat ook 0. En mijn eerste subnet is als ik hier een 1 invul. En die nullen daarachter, die blijven eigenlijk staan. Ik ga ook ineens het volgende subnet berekenen, subnet 2. Subnet 2 gaat dus ook 172.16 punt. En dan weer een hoop nulletjes. Krijg je hier de volgende. En zo wordt dat een hele tabel met 1, 0 en 0. Die nulletjes hierachter blijven nog steeds staan. Zo, ik ga zelfs misschien subnet 2 even uitdiepen. Dus ik ga ook nog voor de gemakkelijkheid subnet 3 berekenen. Dat is namelijk de bovengrens. Daar vertrekt het volgende subnet. Dan weet ik tot waar mijn hosts kunnen gaan. Tot waar mijn subnet 2 eigenlijk gaat eindigen. Dus 3 is 1, 1. En dan 0, 0, 0, 0. Dat zijn mijn subnetten. Dus stel nu, ik wil lokaal 2. Ik wil gewoon weten in lokaal 2... die computers, wat moet ik daar eigenlijk allemaal toekennen als adres? Dus ik kan al om te beginnen het allereerste adres berekenen. Dat is hier, 0100 enzovoort. Het allereerste adres van mijn tweede subnet, dat geeft, als ik dat decimaal ga uitrekenen, dat blijkt bit 32 te zijn. Dus mijn subnetwerkadres... Subnetwerkadres. Netwerkadres is 172.16.0. Dat stond hier ook, dat is een 0. Punt. En dan het laatste adres is 32. Dat ga ik nooit kunnen gebruiken voor een host. Aangezien dat een netwerkadres is, dat ga ik wel kunnen gebruiken in een firewall bijvoorbeeld of in een router. Tot waar kan ik dan nu gaan? En welke nummers? Ik weet zeker al nummer 33, die ga ik kunnen geven aan een host, maar welke nummers kan ik nu allemaal vormen? Daarvoor
is het gemakkelijk van de volgende eigenlijk te hebben. Als ik het volgende adres bereken, weet ik eentje minder, dat gaat mijn ondergrens zijn. Dus als ik het volgende adres bereken, dat is hier 32 decimaal en 16, dat geeft 48. Als je 0011000 is 48. 48, dus ik ga direct het laatste adres opschrijven, 172.16.0.48, dat gaat niet meer van mijn tweede netwerk zijn. Dus eentje minder wel. 47 dus, betekent dat gaat mijn broadcast adres zijn. Broadcast. Dat betekent, als die computers binnen dat lokaal, dus mijn tweede subnetwerk, iets willen sturen naar elkaar, dan gaan die broadcasten met 47 van achter. Dus misschien een beetje raar dat dat niet 255 is, maar dat is omdat we een subnet hebben. Alle nummers daartussen, die kan je gaan gebruiken als host range. Dus dat betekent adres 172.16.0.33 kan je gaan gebruiken tot en met de 172.16.0. En dan eentje minder als 4746. Die kan je gaan gebruiken. Nu, dat kon je op voorhand ook al berekenen of dat dit eigenlijk wel klopte. Hè? Dat is de host range. Dat is een beetje onduidelijk van kleur. Dat is de host range. Dat zijn de nummertjes dat ik kan gaan toekennen binnen mijn tweede subnet aan mijn hosts. Dat had ik op voorhand ook al kunnen doen met, door dat te berekenen. Die 4 bits namelijk, als ik die ga invullen, is 2 tot de vierde min 2, want het laagste en het hoogste mag ik niet gebruiken, is dus 14 computers mogen daarin staan. Welke mask moet ik dan invullen voor dit netwerk? Ja, een mask die geeft eigenlijk weer wat allemaal, welk netwerkgedeelte is met enen. Dat eerste gedeelte, allemaal eentjes. Nou, ik ga de niet zo schrijven, de standaardklasse B al, wat ik eigenlijk al had, was 255.255.00. Wat ik nu heb gedaan is, ik heb dat uitgebreid, dus ik zet dit ook allemaal op 1. En dat gaat eigenlijk mijn subnet mask worden van dat netwerk. Dus ik zet die 12 bits op 1. Dus dan krijg ik, als ik dit bereken en de rest stel op 0, want dat is voor mijn hosts. Dus als ik dit zou uitrekenen, krijg ik als mask voor al mijn netwerken dat ik hier maak 255 255. Dat was al van mijn klasse B. Die 12 bits, ja, dat zijn dus al zeker 8 bits, staan ook allemaal op 0, 255 punt. En dan 240 geeft dat 1111 000 geeft 240. Als ik dit dus invul, een van die nummers gecombineerd met de subnetmask, weet ik dat die dus in het tweede subnetwerk kunnen communiceren.